Die hele subcultuur van haat tegen onze cultuur, daar moet gewoon eens duidelijk over gemaakt worden. Van ja, we hebben het gehoord, we zijn er niet van onder de indruk, we gaan al die straatnamen niet aanpassen. Het feest houdt gewoon een keer op. Actiegroep De Grauwe Eeuw riep op tot een aanslag op Sinterklaas. Kan het nog gekker? Nou, het is volslagen idioot. Het geeft gewoon aan dat we in Nederland helemaal van het padje zijn. Ik bedoel, Zwarte Piet en Sinterklaas, dat is een kinderfeest, weet je. U zegt, ik las het. Wat dacht u op dat moment eigenlijk? Verslikt u zich in de cornflakes? Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat we ons tegenwoordig bijna elke 10 minuten wel in de cornflakes kunnen verslikken. Met wat er allemaal niet geschreven en verwenst en gedaan wordt. En gelukkig niet van deze orde. Ook politici worden wel eens uitgescholden. Maar dit is echt heel naargeestig en vervelend en verschrikkelijk en bedreigend en intimiderend. Dit moet gewoon niet kunnen. Toen ik het las, dacht ik, zijn we met z'n allen gek geworden. Maar het is één iemand die gek geworden is. Een moordaanslag is fout. Een moordaanslag op Sinterklaas is pervers. En zeker met kinderen erbij. Dus dit moet helemaal tot op de bodem toe worden uitgezocht. En dan hoop ik dat we er nooit meer zoiets van horen. Mensen accepteren die club blijkbaar als een soort legitieme gesprekspartner. Nou, dit incident bewijst dat je niet met ze moet gaan praten. Heeft geen enkele zin. Ze willen alleen maar rottigheid. Ze willen alleen maar onze cultuur schaden. Dit soort uitspraken of verwensingen of bedreigingen moeten gewoon absoluut hard aangepakt worden. En wat daarvoor mogelijk is, moet benut worden. En dat is gewoon het Nederlandse strafrecht. Justitie gaat zich beraden op vervolging. Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Maar het allerbelangrijkste is dat dit soort geluiden wordt aangepakt. En dat het niet steeds maar weer dat er in gesprek wordt gegaan met die mensen. Want er valt eigenlijk niks te onderhandelen. Al die dingen willen ze kapot maken. Die straatnamen, die beeldhouwwerken, Jan Pieters en Koenschool. Die hele subcultuur van haat tegen onze cultuur. Daar moet gewoon eens duidelijk over gemaakt worden. Van ja, we hebben het gehoord. We zijn er niet van onder de indruk. We gaan al die straatnamen niet aanpassen. Het feest houdt gewoon een keer op. Maar de regering wil dat geluid maar niet communiceren. Stel je voor dat het was gebeurd tijdens het kinderfeest, want dat was ook de oproep, las ik, om zoveel mogelijk publiciteit te genereren. Nou, het zou horror worden. Ik denk dat we dan met B-52 bommenwerpers en met AWACS'en en met tanks, dat we dan Sinterklaas moeten gaan verwelkomen. Zou het totaal dolgedraaid zijn wel in Nederland. En zoveel ruimte geven we dus aan die linkse idioten.